Het lukt gewoon niet goed om met die ouders in gesprek te komen. En dat is de reden um, dat we een deel van de ouders inderdaad uh, hebben gezegd: ja, dan doe je eigenlijk ten onrechte een beroep op die vrijstelling. Dan doe je eigenlijk ten onrechte bij ons de melding dat je thuis de onderwijs wilt geven. En dat betekent uh, uh, dat je ofwel je kind zult moeten inschrijven op school, ofwel dat we proces-verbaal moeten opmaken uh, en dat het uh, naar het Openbaar Ministerie gaat. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat we voor een deel van de ouders... Uh, uh, hebben gezegd, ja dan dan zullen we aan de raad voor de kinderbescherming uh, melden dat wij ons zorgen maken of het recht op onderwijs eigenlijk wel goed geborgd is. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt de stappen van de wethouder, maar er zijn ook partijen die vinden dat de gemeente veel te ver gaat en dat het niet de bevoegdheid is van de wethouder. Deze ouders maken gebruik van een wettelijke mogelijkheid uh, om thuisonderwijs uh, te volgen, He, dus ze houden zich netjes aan de wet, ze overtreden geen enkele wet. De wethouder die uh, is daar tegen, dat is zijn. Persoonlijke opvatting, niet de opvatting van de volledige raad, en uh, krijgt die ouders niet mee, dus kiest hij nu middelen die ik ernstig en zwaar vind, zoals uh, de raad van kinderbescherming, uh, middelen in te zetten om deze ouders tot een gesprek te dwingen, en dat vind ik uh, oneigenlijk gebruik van hele zware middelen.